Yves, wanneer? SMS mij. Voilà, uw vragen of questions? Misschien. C'est bon pour RTL. Ga maar, doe maar. De eerste vraag is blessures. Ja, ik heb het. Deze brave mens. Ja, afwachten, hè. Hadden we vanavond match gehad, dan had ik al kunnen zeggen dat wij een aantal problemen hadden gehad. Kums heeft vandaag ook niet getraind, heeft gisteren een tik gekregen op de training, dus dat wordt ook afwachten. Trebel voorlopig komt nog niet in aanmerking voor de selectie, Cara heeft ook nog niet getraind. Dan Soa, die zijn we al een tijdje kwijt, daar gaan we nog wel een tijdje kwijt zijn. Najar traint mee, maar die heeft jammer genoeg de wedstrijd van maandag uitgesteld gezien, anders had hij maandag al kunnen spelen. Misschien al een selectieplaats kunnen verwerven, we moeten opletten ermee, maar alles lijkt goed te zijn voor het moment. Op training doet hij toch alles mee, dus hij gaat nu maandag terug zijn eerste match spelen. Dus komt nog niet in aanmerking voor een selectie. Theodorczyk en De Schacht zijn geschorst, dus die gaan er zeker ook niet bij zijn. Stancho heeft één training gedaan deze week, na toch ja, een paar weken oud geweest te zijn, was wel op de bank. Heeft dan één training gedaan, maar is terug uitgevallen met terug last aan de adductor, dus die zal ook niet, denk ik, niet de selectie halen voor het weekend. Wij vullen aan met beloften, hè. Dus we gaan ongetwijfeld een aantal beloften op de bank moeten zetten, dat is duidelijk. Pour Trebel, c'est tout à fait. Il n'a encore rien fait, donc ça va être. Je dis, si c'était aujourd'hui, ça aurait été déjà certainement pas demain. Heureusement, c'est dimanche. Mais. Un demi-miracle, hein. Maar ik dacht dat wij zo'n grote kern hadden. Hè. Iedereen zei dat we onze kern moesten verkleinen. Dus, ja, uiteraard. Hè. Ik hoop dat we Kums gaan recupereren. Hè. Dus heeft gisteren een impact gekregen. En ik denk dat dat toch in 3 dagen moet kunnen opgelost raken. Dus ik denk dat dat wel in orde komt. Doet dat iets van de kiep, hè? Dat je weet van, nou, ben je op de sterkste. Nee, ik denk niet dat de groep daar nu echt mee bezig is. Ik denk dat de groep gefocust is. Je moet weten wie in Anderlecht speelt. Die heeft toch altijd het idee dat hij zelf top is. Hè? Dat hij hier zijn plaats heeft. Dus iedere speler in Anderlecht die denkt dat, ook al zijn er 3, 4 afwezigen, dat zij het ook wel zullen oplossen. Hè? Ik denk dat dat misschien in andere ploegen meespeelt als er een aantal belangrijke wegvallen. Dat daar dan spelers zijn die zeggen, we zijn niet op ons sterkst. In Anderlecht geldt die regel niet. Is er nog wel genoeg zelfvertrouwen na de wedstrijd van afgelopen weekend? Waarom zouden we niet genoeg zelfvertrouwen zijn? We hebben 25 op 30. We waren de beste ploeg. En nu zijn we de tweede beste ploeg. Met 25 op 33. Met 1 puntje minder dan Club Brugge. Dus waarom zouden we geen vertrouwen zijn? We hebben gewonnen in Celtic ook. We hadden Bayern München kunnen kloppen thuis, dus waarom zou er geen vertrouwen zijn? Omdat we nu inderdaad ja, een uur gesukkeld hebben. Ik heb mijn analyseprogramma gevolgd, we hebben een analyseprogramma. Ik heb gezocht naar de scoringsmogelijkheden van de tegenstander en ik heb de eerste gekregen in de 34e minuut. Op de vrije trapper dat De Schacht rood heeft gepakt. Laison Hüller, premier tentatief au but. À la 34e minuut. Anderlecht, on a eu 5 avant. Dans le programme d'analyse, donc voilà. Ok, ik ontken niet dat wij daarna niet goed waren. Dat heb ik ook niet ontkend. Maar ik heb de indruk dat iedereen daar vooral op focust, op dat laatste uur. En eigenlijk vergeet dat we in het eerste half uur, zoals ik ook toen onmiddellijk na de match heb gezegd, wel de betere ploegen waren van de twee. En ook in veel van de matchen die we ervoor gespeeld hebben, de betere ploeg waren. Dus we moeten daar ons op baseren. Analisten, journalisten, die focussen altijd op de negatieve kanten. Maar wij moeten ons focussen op de positieve kant. Ik zeg niet allemaal, hè, niet alle de journalisten, maar er zijn er toch wel. Is het de la pelouse, met dat parlement die vous inquiète?
Je ne sais pas. Hein. Il faut demander à Charleroi hein, comment la qualité de la pelouse est, parce qu'ils ont vu le terrain, moi j'ai pas vu le terrain, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. En vorige week zei je, we mogen de kloof van Brugge niet groter laten worden. Wat denk je dat het nu aan geeft? Het is nu één puntje meer dan het geweest is. Hè. Als je 25 op 33 haalt, is dat een goede score. Oké, Club Brugge heeft 26 op 33 gehaald, dus die hebben nog een punt beter gedaan dan ons. Alleen, ja, ik herhaal mijzelf daar. Bij Brugge zit het qua externe factoren altijd mee en bij ons zit het qua externe factoren altijd tegen. En dat scheelt ook wel wat punten hè, op het eind van de rit. Kan je tevreden zijn met een gelijkspel of een voor? Ik ben nooit tevreden met een gelijkspel. We willen altijd winnen. Hè. Dus, maar oké, je gaat naar Brugge, dus je weet dat dat niet simpel is. Maar nu? Voor l'instant, il y a cet écart de 10 points effectivement entre les deux clubs. Qu'est-ce que, dans son jeu, peut-être Bruges a pour l'instant qu'Anderlecht n'a pas et qui peut justifier cet écart? La réussite. Sur tous les niveaux, la réussite. À Bruges, tout le réussit. S'ils jouent à Eupen, ils sont menés 2-0, ils reçoivent un pénalty pour 3-0, ils ont la réussite que le vidéoref il est là et il est réveillé. Parce qu'ils ont déjà eu le vidéoref aussi, mais il était endormi alors. Donc, la réussite, c'est très simple. Quand nous, on joue contre Bruges à domicile, il y a un but annulé, voilà, il n'y a pas la réussite. La réussite est avec Bruges. Ils ont eu leurs occasions au début, nous on a eu nos occasions en deuxième mi-temps, mais il y a un but qui est tombé et on n'a pas de réussite. C'est le seul facteur? Pour moi, c'est le plus grand facteur. Mais ça se provoque la réussite? Oui, peut-être cette semaine, la réussite s'est provoquée. Le fait qu'ils n'ont pas dû jouer, je ne sais pas s'ils ont quelqu'un en eau là pour demander que la pluie tombe. Non, parce que de toute façon, Bruges n'aurait jamais dû être là encore dans la Coupe. Parce qu'à Zultewaregem, Zult fait 2-1, Kools prend le ballon délibérément de la main, ce qui est toujours rouge. Il avait déjà jaune, toujours rouge. Il serait à 10 pour encore 15 minutes. Mais là, la réussite leur a bien tombé aussi. Voilà. Et finalement, ils ont dû jouer ce match. Ils n'ont pas dû jouer. Donc pour moi, ça ne m'inquiète pas s'ils n'ont pas joué le match. Nous, on a joué tous les matchs. Nous, on a joué 4 matchs en 12 jours, encore 4 matchs en 12 jours, et quand même on a obtenu 25 sur 30. Quand même, avec tous ces matchs-là, hein, dont tout le monde parle, bon, c'est pas évident, on perd des points, même Jules dit, ça nous a coûté énormément de points. Anderlecht, ça n'a pas coûté des points. Ok, c'était peut-être pas toujours spectaculaire, mais finalement, quand tu obtiens 25 sur 30, maintenant 25 sur 33, c'est pas mauvais. Hein. Ja, dat denk ik. Hè. Bij ons ook, hè. Bij ons ligt het ook niet goed. Dus, Maar ja, gaat dat feestje voor extra bestuurders? Ik weet het niet, ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet verwachten. Hè. Ik ben erin geweest. Ik hoorde dat ze nu kilo zand aan het opgooien zijn. Dus ja. Het is dicht bij de zee, hè. Dus we kunnen wel wat zand verwachten. Hè. Coach, vous avez parlé de plusieurs facteurs extérieurs. Il y aura aussi le public brugeois. Est-ce que vous considérez comme le public le plus influent de Belgique? Oui, mais j'espère pas sur nous. Si c'est sur nous, on n'a pas fait notre boulot. On a joué à Celtic, il y en avait 60 000 là, qui criaient aussi, on ne s'est pas laissé influencer, et l'arbitre non plus, parce que l'arbitre était top. Donc là, je ne serais pas content si ça a une influence sur nous, parce que ça, c'est la seule chose qu'on contrôle. Le reste, nous, on ne sait pas contrôler le reste, donc... Est-ce que c'est l'oorzaak van de goede thuisreputatie van het publiek die hem vooruitjaagt, want ze hebben al twee jaar niet meer verloren? De invloed van het publiek. Niet zozeer het publiek, want het publiek jaagt niet zozeer zijn eigen ploeg vooruit. Het publiek reageert vooral op alle externe factoren. Tegenstanders, referees, op alles zetten ze druk. En dat is uiteraard een van de redenen. Eén van de redenen. Waarom clubs als... Kortrijk het bij momenten ook heel goed doen, hè? Omdat er ook heel veel druk op het publiek komt. Mechelen het vaak thuis, dit jaar nu wel minder. Maar die clubs die een publiek hebben, die, en dat heeft Brugge wel. Hè? Je kunt niet zeggen dat Brugge geen publiek heeft. Er zijn er altijd 25 of meer. Dus ze hebben de meeste toeschouwers en ze gebruiken dat. En dat is een goed recht, hè? Dat is het goed recht. Dat is ook de sterkte van het publiek van Club Brugge. Dat wordt
publiek kan ook invloed zitten op de scheidsrechter. Er is geen video ref, de laatste keer tussen Club en Anderlecht nooit. Ben je er ook iets moois van maken zonder video ref? Ik ga altijd proberen om er iets moois van te maken, maar ik heb heel slechte ervaringen op Club Brugge op dat vlak. Niet dat wij er niks moois willen van maken, ook al in de tijd met Kortrijk. Heel slechte ervaring. Niet één keer, niet twee keer, maar heel veel keren. Zie jij zo'n inzinking krijgen? Ze blijven wel constant in de taal. Ja, maar ik moet me niet bezighouden met wat Club Brugge nog gaat doen of niet doen. Hè. Ik vind dat ze gewoon een heel sterke reeks neerzetten, zoals ik zeg. Omdat alles zit positief bij hen. Het is toch wel een indrukwekkende reeks die ze neerzetten. Hè. Het is lang geleden, denk ik, dat de ploeg nog zoveel punten heeft gepakt op dit moment. Dus ja, dan is het niet onlogisch dat andere clubs op een afstand staan. We hadden graag er dichterbij gestaan. Ik denk dat we in die matchen die we nu gespeeld hebben, met alle midweek matchen erbij, Europees, hebben we nu één puntje ingeboet op club. Dus wat dat betreft denk ik dat wij het best wel goed gedaan hebben. Charleroi ook, hè, die zijn ook in de buurt gebleven. Dus. Maar de rest is allemaal op Gent na misschien, die hebben ook een heel sterke reeks neergezet. En de rest is allemaal moeten een beetje afhaken. Maar mochten jullie verliezen zondag, was de titelstrijd voor jullie dan voorbij? Nee, dit is België, hier zijn play-offs. Hè. Dus, zonder play-offs was het wellicht heel moeilijk geweest. Maar hier zijn play-offs, hè. Dus die punten worden gedeeld. Hè. Als je nu de vraag stelt, moesten jullie nu verliezen, dan betekent dat je nu ervan uitgaat dat het nog niet gedaan is. Het is 10 punten. Oké, als je verliest, dan worden het er 6 of 7 in de play-offs. Als je die afstand kan halen, want ik focus niet op die match alleen. Hè. We moeten ook die laatste 2 wedstrijden dan nog winnen. Hè. Moest je nu in Brugge verliezen, ja, dan moet je 6 op 6 pakken in die andere match. Anders, als je daar dan nog meer afstand gaat verliezen, ja, dan wordt het stil allemaal heel moeilijk, moet ik zeggen. Maar ik denk niet dat de uitslag van deze wedstrijd nu al beslissend zal zijn voor het eindresultaat. Est-ce qu'avec les joueurs dont vous disposez pour l'instant, une formule sans véritable numéro 9 est celle qui vous satisfait le plus pour l'instant? Peut-être je dois en mettre 3, hein, parce qu'il me reste que 11 joueurs, donc peut-être je dois en mettre 3 numéro 9. Mais après, Théo est suspendu, donc maximum 2 je peux en mettre. On verra bien. Mais même pas juste sur ce match-là, mais en général. On verra bien, comme j'ai dit, les 34 premières minutes contre Charleroi, on était la meilleure équipe, sans vrai 9. Oké, le vrai neuf, il est rentré à 25 minutes ou à 22 minutes. Ça n'a pas changé énormément l'impact du match. Donc, je crois pas que là, le problème était là. Mais ça ne veut pas dire que dans le futur, on ne va plus jamais jouer avec un vrai neuf. Hein. C'est simple. Mais pour l'instant, c'est ce que vous préconisez? Je ne sais pas. On va voir. Et si je le sais, je ne vais pas vous le dire. Avec l'équipe avant Gabriel Bruges, il y a 2 ans, en championnat. Qu'est-ce qui fait que c'est si difficile d'aller gagner à Bruges ou de faire un résultat? Ah ben, je crois que je viens de le dire. Hein. Je crois que le fait qu'Anderlecht, ça fait tellement longtemps, il y a eu d'autres équipes qui auraient pu gagner à Bruges. J'ai vu cette année-ci une équipe-là qui aurait dû avoir 3 pénalties. Clair. Ils en ont eu 0. Ils ont perdu le match. Donc ce n'est pas qu'Anderlecht qui peut gagner là. Il y a d'autres équipes qui peuvent gagner là-bas aussi, mais ok. Il faut que les choses soient un peu comme ils doivent être. De Ferrière was de scheidsrechter op Waregem voor de bekermatch met het handspel van Koos. Maar ik vind hem nog altijd wel de beste scheidsrechter die we op het moment hebben. Dus, de belangrijkste wedstrijd sinds jij hier trainen bent? Nee. We hebben nog heel veel belangrijke matchen. Iedere week zijn er een belangrijke match, dus die is niet meer belangrijk dan een andere match. Die points zijn goed. Voor de c'est sûr. Hè. Moi, je préférais qu'on était 10 points en avance. Hein. Mais voilà, la situation était telle. Donc, quand on voit le parcours qu'on a fait, avec les résultats qu'on a fait, je crois qu'on a fait notre boulot. On a fait notre boulot. Et avec un peu de réussite aussi de notre côté, on aurait pu continuer, on aurait pu être plus près déjà. On aurait peut-être pu continuer dans la coupe. Parce que le plus grand pénalty que j'ai vu, c'était contre le Standard sur Arbaoui. De tous ceux que nous, on a eu contre nous, celui-là était beaucoup plus lourd que ceux qu'on a eu. Et on en a eu pas mal déjà. Hein. Mais tous les gens disent très léger.
très léger. C'est chaque fois très léger. Ok. Moi, je suis convaincu de tous ces très légers. Il y en a qui ne sont pas vraiment des penalties. Hein. Ik laat u antwoorden. Hè. Jullie weten dat beter dan ik, hè. Dus schrijf het zelf maar. Hè. Je vais voir. Hè. Je lis partout que Bruges est la meilleure équipe. Ben voilà, alors ça va être contre eux. Hè. Maintenant, Charleroi n'était pas content qu'ils n'ont pas joué sur un mauvais terrain. Donc... Wat bedoel je, slachtofferrol? Dat Brugge al gezien heeft en dat bij jullie allemaal een beetje tegen zit. En... Op jullie, joh. Overloop gewoon een keer de wedstrijden. Hè? Ja, jullie eigen verslagen, hè? Wat dat jullie allemaal geschreven hebben na die wedstrijden en wat dat er allemaal in die matchen is gebeurd. Overloop het gewoon een keer. Ik ga het niet meer oplezen. Ik heb dat ooit een keer gedaan, ik zal dat niet meer doen. Hè. Maar het is nog niet enkel daarbij dat de Brugge 10 punten. Nee, ze hebben kwaliteiten, ze hebben uiteraard kwaliteiten. Die 10 punten is misschien wel daardoor. Dat ze op voorsprong staan, dat ze voorstaan ten opzichte van anderen. Ik denk als alle beslissingen correct waren geweest, als iedere wedstrijd een videoref had gehad, dan stond Club Brugge wellicht nog op kop. Maar wel met een veel kleinere voorsprong. Daar ben ik van overtuigd. Vind je niet vreemd dat de wedstrijd zondag zonder video is? Ja, ik vind dat vreemd, ja. Zeker omdat in de thuiswedstrijd al is gebleken van, oei, hier is iets gebeurd dat misschien, het ging misschien het geval niet zijn, maar misschien had die lijnrechter door de aanwezigheid van de videoref langer gewacht om de vlag omhoog te steken. En had de videoref dan zijn, zeker daardoor. En ik vind de uitleg die men geeft vrij goedkoop. Hè? Je moet 3 thuis- en 3 uitwedstrijden hebben. Ik kan me niet voorstellen, ik weet niet of Club Brugge nu al 3 thuiswedstrijden de videoref heeft gehad. Dat weet ik niet. Hij was er tegen Sint-Truiden. Ja. Maar hij was... slapende. Dat was niet wakker. Maar voor de rest weet ik niet of ze al 3 keer thuis wedstrijden. Anders had men perfect kunnen zeggen, oké, okay, we gaan deze keer Club Anderlecht wel de videoref geven. Dus. Maar ja, dit is oké, okay, het is een proefperiode. Maar het is niet de gelukkigste situatie. Hè. Want ook al zeg je, we gaan voor iedereen hetzelfde doen, het is nooit hetzelfde. Anderlecht heeft tot nu toe de videoref gehad in altijd matchen waar er eigenlijk niks gebeurd is. Dat is de tegenslag, hè. Als je ze, hadden wij de videoref gehad op Eup. Ja, dat was dat doelpunt dat afgekeurd was op het einde, waar er nog 2 spelers achter een van ons stonden. Dan hadden we daar 5-1 gemaakt. En was het een fantastische uitslag. En iedereen gezegd hebben, oeh, un 5, c'est impressionnant. Non, un 4. Nu was het geen 1-4, maar op de tegenaanval direct 3-2. Dan moet je nog 3 minuten doen. Ik kan veel situaties opnoemen. Hè. Dus, ja, ook in de thuismatchen ook bij ons. Dat is ook gebeurd. Dus, er zijn veel fases geweest. Allee, toch zeker dat ik hier ben. Maar wij zijn niet alleen. Hè. Ik denk dat er heel veel ploegen dat voelen. Hè, en zeggen van oké, okay, het zit ons wel. Ook al Zulte Waregem. Als je ziet wat Zulte Waregem zelfs met videoref al allemaal heeft tegengekomen. Dat is ook een ploeg die in de hoek zit waar de klappen vallen op dat vlak. Hè. Ze zijn ook niet gelukkig. Hè. En ja, misschien niet toevallig ook tegen Club Brugge 2 keer voor de beker, voor de competitie thuis. En Frank Udrie is iemand die nooit commentaar geeft, maar ik heb hem dit jaar toch al een paar keer horen reageren op beslissingen van scheidsrechters en op beslissingen van videorefs en allemaal. Hè. Dus. Maar je zegt nu misschien niet toevallig tegen de Brugge. Dat komt ook zo vreemd over. Oh, nee, ja, het is toevallig. Het is toevallig. Ja. Toevallig. Oké, okay, laatste vraag. Dernière question. Achterin is het wel heel krap. Ja, maar het is op middenveld ook krap. Hè. Middenveld als Trebel is nu al, Kums is nu al, dus dan wordt het ook heel krap. Hè? Dus je kunt met Leander gaan schuiven. Ja, maar oké, als je op middenveld volk tekort komt en dan moet je met Leander naar achter gaan schuiven, dat gaat ook niet. Dus het zal puzzelen zijn en afwachten. Maar zelfs dan kun je resultaat halen. Uiteraard, ja. Ik denk dat wij. Ik ben niet iemand die zich altijd verschuilt achter afwezigen. Hè? Dat heb ik nog nooit gedaan en dat ga ik ook nu niet doen. Hè? We hebben spelers genoeg om een weerbaar elftal te hebben. Oké, okay, de bank zal wellicht wat jonger zijn, maar dat kan ook geen kwaad. Ze spelen nog vanavond, dus er gaan er vanavond een aantal jongens, ja, afhankelijk van de prestaties die ze leveren, gewisseld worden aan de rust. En dan gaan dat de jongens zijn die wellicht bij de groep zullen komen om bij de selectie te komen. Jij kiest die zelf fijn? Ik praat met Emilio daarover. Hè.
Dus wij leggen, vooraf leggen wij al een aantal namen vast, maar uiteindelijk is het dan de keuze die ze moeten maken naar gelang de wedstrijd. Hè. Als iemand echt ja, niet goed is, ja, dan verdient hij ook niet om erbij te zijn. Dus uiteindelijk... En dat zelf krijgen ook? Ik ga vanavond niet kijken. Maandag ga ik ze wel zien, maar vanavond ga ik niet kijken. Maar oké, ik heb hem duidelijk aangegeven in welke sectoren ik iemand wil. Dus ik ken ook al die gasten. Hè. Dus ik heb hem ook gezegd, die of die. Dus Emilio heeft genoeg ervaring om de juiste keuze te maken. Zou je dat wel om meer van die jongens in te brengen? Nee, ja, als dat nodig is, dan moeten we dat doen. Hè. Als jij in een bepaalde positie in de miserie komt en er vallen nog in een bepaalde sector spelers uit, ja, dan moet je geen spits achterin gaan zetten bijvoorbeeld. Hè. Dan moet je van die belofte gaan gebruiken, hè, want die jongens hebben ook een kwaliteit. Dus. Oké, dankjewel. Maar als die